Theo Wong heeft gisteren de publicatie Geologie en Landschap van Suriname gepresenteerd op het terras van de University Guesthouse. Dit boekwerk heeft hij samengesteld met Pieter Augustinus en Salomon Kronenberg. De uitgevers hebben alle drie gedurende vele jaren geologisch onderzoek in Suriname gedaan. Hun kennis is vastgelegd in talrijke specialistische publicaties. In de publicatie wordt ingegaan op onder andere het ontstaan van Suriname en de oorsprong van haar gesteenten. Het zijn allemaal onderwerpen die te maken hebben met de geologische ontstaanswijze van ons land. Een geschiedenis die al 2 miljard jaar geleden begon tijdens de trans-Amazonische gebergtevorming. Wong geeft aan dat dit document voor een breed publiek in begrijpelijke taal uitlegt hoe de ondergrond, het landschap en de delfstoffen van Suriname zijn ontstaan. We praten dus over een geologie van dat oude schild van 2000 miljoen jaar geleden. En dus mijn probleem voor mij is altijd, hoe leg je iemand uit hoe lang 2000 miljoen jaar is? We hebben moeite om ons voor te stellen wat oefenaar van Sommelsdijk in 1683 heeft gedaan. Laat staan dat je dan moet nagaan wat 2000 miljoen jaar geleden is gebeurd, toen het Guyana-schild werd gevormd. Maar goed, we hebben veel onderzoek gedaan, de GMD vooral, in de begin jaren 60, 70. Maar toen is het stilgevallen, hè, waren geen financiën meer en het geologisch onderzoek kwam stil te liggen. Maar pas een paar jaar geleden zijn we weer volop bezig met Adekus en de GMD om die achterstand in te halen. En dat heeft geresulteerd in een paar mooie nieuwe kaarten. We hebben opnieuw monsters genomen. U hoorde auteur Theo Wong. De Universiteitsbibliotheek organiseerde op 13 december de boekpresentatie van Geologie en Landschap van Suriname op het terras van de University Guesthouse. Dit boekwerk is samengesteld door Theo Wong, Pieter Augustinus en Salomon Kronenberg.